De regering moet het beleid ombuigen, staat in een motie die gisteren aan het eind van de algemene politieke beschouwingen werd aangenomen in de Nationale Assemblée. De motie was ingediend door het lid Gayadin en anderen. In de toelichting van de motie zei ABO-parlementariër Obed Canapé dat de motie pleit voor welvaart van Suriname. Zodat de regering, en voornamelijk door drastisch het beleid aan te passen en tegelijkertijd te blijven evalueren de activiteiten die uitgevoerd worden, elke Surinamer met de sociale aanpak van de regering in het nieuwjaar. Meneer de voorzitter, wij zijn hiervan voorstander. We hebben ook gehoord bij de presentatie van het geachte lid, wat het lid aanhaalt over het ministerie van GBB. We zien het dus de deskundigheid van het ministerie, van de minister, en ook de aanpak. Ik denk dat we ook hier moeten vragen aan de regering of aan de minister om misschien sessies te draaien, want misschien begrijpen wij niet wat een intrekking is en misschien ook wat een vaststelling is. We vragen het ministerie om daar een sessie te draaien voor de Nationale Assemblée. We pleiten voornamelijk dat de regering bij elke situatie waar ze merken dat de Surinamer, het belang van de Surinamer voor moet gaan, dat de regering dat voorop stelt. Ebu Jones van de NDP-fractie erkende dat er goede zaken staan in de motie, maar vond ook dat de motie vol zit met tegenstrijdigheden. Jones riep dan ook op tegen de motie te stemmen. Terwijl de president hier zegt dat er geld vrijgemaakt is voor 100 miljoen voor de gezondheidszorg en 100 miljoen voor US, 100 miljoen voor onderwijs, staat in de motie een oproep dat de minister, dat de president geld vrij moet maken voor onderwijs en gezondheidszorg. Eén tegenstrijdigheid. De andere tegenstrijdigheid, voorzitter, waar hier wordt gesteld, voorzitter, waar er in de overwegingen een aantal goede projecten, wat vervolgens zijn van projecten van de vorige regering, hier wordt opgenoemd, wordt die overheid in de motie opgeroepen om beleid drastisch aan te passen. De motie werd aangenomen met 27 stemmen voor en 12 tegen. President Chandrika Prasad Santokhi begreep de oproep van het parlement om het beleid om te buigen. Natuurlijk hebben de moties maar één bedoeling. Dat we als regering een beleid voeren welke bijdraagt aan de verdere verheffing van die samenleving, verdere ontwikkeling van die samenleving. En dat is de boodschap die ik haal uit de moties. Coalitie en oppositie hebben geprobeerd elkaar te overtuigen om achter hun moties te staan. Als regering nemen we de goede zaken uit alle moties mee en daarmee ons beleid verder gaan uitvoeren. We hebben al aangekondigd ombuiging van beleid, ombuiging met sociale programma's, ombuiging met sociale maatregelen, ombuiging met steun van de samenleving, ombuiging om verlichting te brengen, ombuiging om koopkracht te versterken. De samenleving verdient het om na 2 jaar maatregelen nu terug te krijgen, besloot het staatshoofd zijn bijdrage in de Nationale Assemblée. Vanaf dinsdag worden in het parlement 5 nieuwe wetten behandeld.